Later in deze video. Het gaat ook wel eens mis, helaas, bij wedstrijden. Maatjes, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is 8:15 in de ochtend. Het is nog helemaal donker buiten. En mijn wekker is net gegaan, want we gaan inrijden. Het is vandaag de eerste dag van het WKKT. De plaatsing voor het WK afstanden. Zo, ik moet even wakker worden, jongens. Ik ga snel mijn bed uit. Ik zie jullie zo. Zo. Dan hebben we eventjes lekker het kopje opgefrist. En dan is het tijd om te gaan shoppen. Zo, even een lekker yoghurtje met een banaan. En terwijl ik zit te eten op deze prachtige morgen, zijn er vast mensen die zich afvragen: WK-kwalificatie. Hoeveel mensen mogen er na het WK? Hoe werkt het? Leg het ons uit. Nou, dat zal ik jullie haarfijn uitleggen. Let's go. Het WKKT is een wedstrijd waar geen prijzen zijn te verdienen. De naam zegt het al, het is enkel een kwalificatie. De beste drie op het WKKT gaan naar de WK-afstanden. Daarnaast zijn er 5 plekken te verdienen voor de World Cups. En liggen er ook nog 2 startbewijzen voor het EK Sprint en EK Allround. Zo, dat was leuk, hè? Of niet? Nou, het belooft een pittige strijd te worden dit weekend. Iedereen doet mee. Dus dat is echt super vet. Helaas natuurlijk weer geen publiek door corona. Maar dan mag de pret niet drukken. Alles wordt uitgezonden op tv, dus dat is super tof. Ik heb er heel veel zin in. Na mijn blessure ben ik weer, ik kan wel zeggen, zo goed als hersteld. Ik heb hier en daar nog wat last van mijn knie. Maar dat mag de pret zeker niet drukken. Ik heb er enorm veel zin in. Ik start vanmiddag op de eerste 500 meter tegen Joost van Dobbenburg met buitenbaan. Mooi ritje. En we gaan zien wat het gaat brengen. Het is nu inmiddels wat later. Het is 9:00 ongeveer. En om 11:15 ga ik inrijden. Dus ik heb in principe alle tijd voor me, maar ik wilde vroeg opstaan. Zodat ik goed wakker ben met de wedstrijd. Na het eten ga ik mijn schaatsen slijpen. En als mijn schaatsen scherp zijn, dan ga ik nog even lekker chillen, mijn spullen bij elkaar zoeken. En dan zie ik jullie op de ijsbaan bij 2x500 meter. Let's go! Zo moet je dat vieren. Zo jongens, we zijn weer thuis. Wat een dag was dit. 2x500 meter. Mijn eerste 500 meter was oké. Okay. Ik kwam niet heel erg lekker van de lijn af. Maar daarna trok ik hem op zich wel redelijk door. Nou ja, na mijn blessure natuurlijk prima. Maar daarna hadden we de tweede 500 meter. En die was wel echt weer richting mijn oude niveau. Mijn PR is 35,6 en ik reed 35,8. Met mijn beste opening ooit van 9,91. Nou, dat is gewoon dat is top. Ik ben blij dat ik gewoon na mijn blessure dit weer kan laten zien. Dus dat is me eigenlijk heel veel waard. Dus daar was ik ook heel blij om. Iets te blij, want mijn ene schaats die schoot zo, pap, door mijn andere schaats heen. En toen klapte ik vol achterover de boring in. Maar ik hoop dat jullie dat met deze nare kerst toch wel een lach op jullie gezicht heeft getoverd. Ik kan er in ieder geval wel om lachen, want ik heb nergens last van. Dus mijn pak is een heel klein beetje stuk. Maar dat is helaas niet anders. Het weekend zit er nog niet op, want morgen
Is het zondag, dan hebben wij geen wedstrijd. Of in ieder geval, ik heb dan geen wedstrijd. Want ik heb geen 1500 meter gereden dit jaar. Dus ja, dan mag je niet rijden. Maar maandag kom ik wel weer in actie op de 1000 meter. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik hoop dat ik dan weer even wat moois kan laten zien. En weer een stukje beter kan dan wat ik dit seizoen heb laten zien. Want dat was nog niet heel erg goed door mijn blessures en lichamelijke mankementen. Dus daar gaan we weer voor. Morgen doe ik even niks. Ga ik kort het ijs op. En dan zie ik jullie maandag bij de 1000 meter. Let's go. Dus we zitten lekker op de fiets onderweg naar huis. Ik heb nog een mooie schilderijtje gekregen. Fotootje van mij, best wel geinig. Maar het weekend zit er weer op. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik ben blij dat het weer een beetje de goede kant op gaat. En dat ik weer lekker pijnvrij kan racen. Verder was het nog niet helemaal waar ik wat ik graag zou willen rijden. Ik wil wel een stuk harder. Maar dat heeft gewoon nog heel even wat tijd nodig. Vandaag de 1000 meter was een prima eerste 600 meter. Opening 16-8. En de eerste ronde van 25-7, dat is prima. Maar ik mis gewoon de inhoud en het vertrouwen in de bocht om hem echt goed door te kunnen trappen. Verder, niet heel veel te klagen. Ik had graag harder gewild, maar het zat er gewoon nog niet helemaal in. En daarnaast was de luchtdruk natuurlijk ook extreem laag. En ja, zulke kansen krijg je gewoon niet heel vaak. Dus dan wil je jezelf ook gewoon graag laten zien. En dat heb ik niet gedaan. Maar met zo'n voorseizoen is dat ook wel verklaarbaar. Dus ik zit er niet heel erg mee. En ik ben blij dat ik gewoon weer lekker kan racen. En hopelijk in het tweede deel van het seizoen. Ik weet niet wat er allemaal nog mee gaat tellen. En wat er allemaal gaat komen. Maar ik hoop dat ik dan nog terug kan naar mijn oude niveau. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar goed, al met al prima weekend. Snelste opening ooit. 35er. We komen weer in de buurt, dus daar ben ik gewoon super blij mee. Dus laten we deze lijn vooral doortrekken. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video volgend jaar.